Dames en heren, een hele goede morgen allemaal. Ja, daar zijn we weer. Nieuw filmpje, les nummer 11, waarin we het vandaag gaan hebben over het laatste stukje van paragraaf 5. Met de vraag, moeten we gaan optellen of moeten we gaan vermenigvuldigen? En ja, dan gaan we ook een nieuwe regel toepassen en dat noemen we ook wel de somregel. Ik heb voor jullie ook weer vier opgavetjes om te oefenen. 65, 66, 67 en 68. En uiteindelijk, na het kijken van dit filmpje en bij het maken van de opgaves, natuurlijk ook eventueel het lezen van de theorie, weten we in ieder geval hoe de somregel werkt en hoe we deze moeten gaan toepassen. Nou, vandaag gaan we het dan hebben over een aantal dingetjes. Ik wil ook jullie een voorbeeldje geven. Laten we beginnen met het telprobleem. En als we telproblemen hebben, dan is eigenlijk de vraag van, ja, moeten we nu gaan vermenigvuldigen? Denk aan die vermenigvuldigingsregel. Maar vandaag gaan we het ook hebben over vermenigvuldigen en optellen. En dat noemen we ook wel de somregel. Nou, op het moment dat je een vraagje hebt, dan zul je wel eens te maken hebben dat je te maken hebt met het woordje of. Nou, klinkt misschien nog ontzettend vaag, maar aan de hand van het voorbeeldje zul je denk ik zo meteen wel zien van, oh, wacht eens even, ik snap nou wel wat je bedoelt. Nou, een klein voorbeeldje. Ik heb hier een wegendiagram en we willen van O naar A. Dus van punt O naar A. En je ziet dat het op verschillende manieren kan. Ik kan namelijk van O naar A via Z. Of ik kan via V. Er zijn twee mogelijkheden. Ik kan namelijk via de linkerkant. En ik kan ook via de rechterkant. Nou, en daar hebben we het al. Daar hebben we het woordje of. Ja, en je zult zo meteen ook zien in ons plan van aanpak, in de uitwerking die we gaan opschrijven, dat als je het woordje of krijgt, dat we dan ook onze vermenigvuldigingen moeten gaan optellen. Nou, en eigenlijk wat je gewoon gaat doen, is die vermenigvuldigingsregel toepassen en je gaat hem opsplitsen. Dus ik ga van O ga ik naar A en stap 1, ik ga eerst via Z. Laat ik eerst even die route nemen. Dat is dat dus die blauwe route die we daar aan de linkerkant zien. Dus van O ga ik naar A en dat kan ik op 8 verschillende mogelijkheden doen. Namelijk 2 keren 4 en dat is 8 verschillende mogelijkheden. Echter, ik kon ook van O naar A via V. En dan pak ik de groene route aan de rechterkant. Nou, en dat is 3 keren 2. Dat is 6. Nou, dus nu krijgen we het. Om dus van O naar A te gaan, moet ik die 2 keren 4 plus 3 keren 2 doen. Oftewel die 8 plus 6. En dan kom ik op 14 mogelijkheden om van O naar A te gaan. Nou, en dat is ook wel die somregel. En bij somregel gaan we dus die vermenigvuldigingen optellen. Nou, dit is al het eerste voorbeeldje. En laat ik er gewoon nog eentje doen waarvan je denkt bij jezelf van, oh, wacht eens even, Het woordje of, dat kan je echt wel gaan helpen. Nou, een ander voorbeeldje hier. Ik heb hier drie draaischijven. Schijf A, schijf B en schijf C. En we gaan elke schijf maar één keer draaien. En als ik kijk bij A, de eerste vraag. Hoeveel uitkomsten zijn er met drie dezelfde kleuren? Nou, dan ga ik beginnen met een soort plan van aanpakje. Hoe ziet mijn uitwerking eruit? Nou, en als eerste ga ik kijken van, ja, wat is dan gunstig? Wat willen wij zien? Nou, als ik ga kijken met drie dezelfde kleuren, dan kan het dus zijn rood, rood, rood. Dus op de eerste schijf rood, tweede schijf rood, derde schijf rood. Of, daar komt hij, dat woordje of, geel, geel, geel. Of groen, groen, groen. Nou, doe het weer stap voor stap. Kijk dan eerst eens even, hoe deden we dat ook weer als we alleen rood, rood, rood wilden? Dan hadden we natuurlijk 3 keren 1 keren 1. Nou, dat doen we ook bij geel, geel, geel. Dat doen we ook bij groen, groen, groen. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je dus bij rood, rood, rood was het 3 keer 1 keer 1.
Bij geel, geel, geel is het 2 keer 2 keer 1. En bij groen, ja, op elk schijfje is maar 1 groen vlak te zien. Dus dat is 1 keer 1 keer 1. Nou, en in plaats van het woordje of gebruik ik dus de plus. Hè, want ik ga al die vermenigvuldigingen bij elkaar optellen. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je dus 3 plus 4 plus 1. In totaal zijn er 8 mogelijkheden om 3 dezelfde kleuren te hebben. Ja, dus hier komt hij weer, ja, aan de hand van mijn uitwerking zie ik dus dat ik daar echt dat woordje of ga toepassen. Want er zijn dan andere mogelijkheden om die 3 verschillende kleuren te hebben. Nou, laat ik even kijken naar B. We moeten rood bij schijf A en bij schijf B en C, beide groen of beide geel. Nou, ik ga weer even een uitwerking maken en dat is echt slim om te doen. Ik ga eerst eens gewoon even opschrijven van, ja, hoe gaat zoiets er nou uitzien? Nou, dus bij schijf A moet het rood zijn en bij de andere of groen of geel. Dus ik schrijf op rood, groen, groen of rood, geel, geel. Nou, in de vraag zelf staat het woord of ook eigenlijk al. Hè. Nou, dan ga ik kijken rood, groen, groen. Bij de eerste schijf had ik 3 rode en dan bij groen, ja, daar had ik er maar eentje, dus 3 keer 1 keer 1 plus, ja, bij de eerste schijf 3 rode nog steeds en dan bij de tweede schijf 2 gele en bij de laatste schijf 1 geel. Nou, dus 3 keer 1 keer 1 is 3, 3 keer 2 keer 1 is 6 en dat bij elkaar opgeteld is 6, 9 mogelijkheden. Ja, nou, dus hier hebben we te maken met de somregel. Nou, aan de hand van de opgaves die we vandaag gaan doen, zul je ook gaan merken wanneer je hem wel en wanneer je hem niet moet toepassen. En dat is ook het laatste deel van deze paragraaf. En je zult echt wel merken door het oefenen van die opgaves dat je weet welke regel je wel en niet moet gaan hanteren. En vooral ook die uitwerkingen zijn heel belangrijk. Schrijf nou eerst eens even voor jezelf een bepaald plan op. Nou, heel veel succes. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik natuurlijk graag. De eerstvolgende les gaan wij oefenen aan de hand van de gemengde opgaves. Maar daar krijgen we nog het bericht over. Heel veel succes allemaal!